ik heb een beetje me afgekeerd van het establishment in de muziek, om het zo maar te zeggen. Behalve dat ik les ging geven op het conservatorium in Den Haag. En dat over mijn vak praten, dat heb ik altijd met plezier gedaan. Is het voor mij een belangrijke beslissing geweest om mijn eigen bandjes op te richten, om het zo maar eens te noemen. Vergelijkbaar met wat pop- en jazzmuziek al deden natuurlijk. Daar heb ik er veel van geleerd en daar ben ik de componist geworden die ik ben geworden. Dat geloof ik ook. Maar wat ik deed in de jaren 70, eind jaren 60, 70, dat had in eerste instantie te maken met zijn leeftijd, geloof ik zeker. Maar in tweede instantie met wat ik noem de tijdgeest. Als je inziet dat er, als je onbehagens hebt, zoals iedereen het heeft, onbehagens heeft over het reilen en zeilen van het muziekleven, dan dien je, om iets te zeggen over de onbehagen, om het te veranderen, voor de heren, dien je te organiseren. Dus is natuurlijk teamverband, het voetbalveld, is absoluut noodzakelijk om een stap verder te komen. Het was heel raar. Wat was er net zo raar als wat ik deed met die noten? Dat was op straat. Dat was Provo. En dat was al die andere dingen die er aan de hand waren. Ja, er waren al die malle juppies die zaten met stickers te roken en zo. Nee, dat waren er ook wel, natuurlijk. Maar ik heb misschien 4 stickers gerookt in al die tijd. En dat vond ik niks. Ik kreeg hardkloppingen van en zo. Waar het over ging, was dat die groeiende politieke bewustzijn. En dat kwam door die oorlog in Vietnam. Het grootste deel van die generatie van de jaren 60 was politiek. Rijmakers, nou, dat is wel aardig in de buurt, Rotko. Pas op, dat gaan we doen. Ra. Dit is een kleintje, ja, van het Stedenmuseum. De laatste. Weet je nog? En dat was een overzichtstentoonstelling. De eerste waar ik aan denk is Rauschenberg. Alsof ik het zelf gemaakt had. Ook Rauschenberg was iemand die iets had gedaan en toen weer verder ging met iets totaal anders. En daarna weer kwam er ineens een tentoonstelling. Het stedelijk van alleen maar rare glazen wanden, zwart. En dan soms zag je wel wat, als er een lampje aanging. Totaal ander werk weer. Dat was dan jaren 70, schat ik. Ik voelde me wel heel erg verwant aan die generatie ook. Pop art. Weten dat toen al. Maar dat had met popular niks te maken. Behalve die Liechtenstein. Maar ja, dat is dan heel duidelijk dubbelop natuurlijk. En dat heeft te maken met een beetje met vergelijkbaar met wat de componisten van mijn generatie deden in de jaren 60. Voordat ze inderdaad rare liedjes en zo van alles nog wat. Dat er nog steeds meer kon. Was citaten, letterlijke citaten gebruiken. Dat hoort heel erg bij die popkunstenaars natuurlijk in Amerika. Die begonnen daarmee. En dan ligt het voor de hand zo iemand als Liechtenstein. Dus dat je quasi popmuziek schreef. Dat deed je. Micha en ik deden dat wel. Micha Mengelberg. De naam die we wel eens eerder hebben laten vallen in onze gesprekken. Is een Amerikaan waar ik nooit van gehoord had. En daar zag ik eens gedreven van Amerika en ik wist niet wat ik zag. Hij is in Amerika wel veel bekender dan hier. Dat is natuurlijk het probleem. B, C, D. Kijk, dat is nou het voordeel van echt op alfabet. Dat kan ik echt binnen 10 seconden vinden allemaal. Nou, zo zag je eruit. Hij zal waarschijnlijk ook, zeg maar even, iets ouder geweest zijn. Die kleuren waren voor mij, ik had nog nooit zo groen en zo blauw en zo grijs met elkaar gezien. Dat begon dan mee. Maar ook de verhoudingen. Zelfs na alle ervaringen die we hebben gehad sinds Picasso tot en met Mondriaan en al die anderen. Het was net of het allemaal verkeerd was. Maar ook weer verbazingwekkend. Maar dat verkeerd, dat speelde wel een rol. Bijvoorbeeld, hij heeft wel een horizon. Dat snappen we allemaal heel goed van een schilderij. De meeste schilderijen hebben wel een soort van horizonachtig ding. Maar bij diep bijvoorbeeld was ik alleen maar op iets van een decimeter boven de bovenkant. Was een soort wisseling in kleur. Dus had er een bovenwand. En die bovenwand was dan bijvoorbeeld donkerblauw. Nou, iedereen denkt al gauw aan de hemel. Want wat is dat dan de rest van het schilderij? Zit dus in de kamer. Dat is een veel te hoge horizon. Nou, dat is een heel concreet eerste wat in me opkomt. Een concreet voorbeeld van helemaal raar en anders. En dan wordt mijn interesse gewekt. En daar ga ik dan vaak ook wel iets mee doen. Er kwam ineens een pianostuk uit in een opdracht.
En dat was een heel meer raar pianostuk. Dat begon een beetje, als leek wel Ravel, maar dat was duidelijk niet. Want het werd al vrij snel toch een soort Steve Reich. Ja, allemaal tussen aanhalingstekens natuurlijk. Het is nog ingewikkelder, want de beginmaat die is verwijst op een Prokofjev. Enfin, dat is van me veel technisch natuurlijk. Maar het wordt wel een beetje Steve Reich. En die Steve Reich die gaat in een razend tempo, komt hij terecht, heel, op veel lager. Dat gaat dus lager. Dat is van me komt hij van een vliegtuig. En waar komt hij terecht? Oh, in een soort Franse laatromantiek. Dat noem ik Image de Moreau. En waarom is dat dan? Dat is ten eerste heel erg romantisch Frans. Want dat is het toch in eerste instantie. Maar ook heel modern. Met die stukken abstracte. Ik had het al over. En dat is heel, die combinatie is raar. En dat is in dit stuk ook raar. Maar iedereen die het gehoord heeft zegt dat het een ontzettend mooi stuk is. Nou, dat zal wel zo zijn. Dit was een verrassing toen ik tegen een toenmalige logé, dat was een heel erg handig danseres, een leuk meisje, zat ik te klagen dat ik dat wit, dat ik last had van het tegenlicht van dat wit. Terwijl je verandert, kan je nu ook wel zien dat er vaak veel licht opvalt. Hè? Toen kwam ik terug en toen had zij het naar dat schilderij in een vergroting, die dat wit geschilderd, ontzettend leuk. Met ook dat handtekeningetje. Ja. Is het niet het handigste om te beginnen bij de familie? Ik denk namelijk dat die familie, dat zal er wel veel mee te maken hebben. Natuurlijk sta ik ook vandaag nog onder invloed van mijn vader, maar het woord invloed is te weinig zeggend. Het is iets wat veel verder gaat. Het is veel groter. Het is ook waarschijnlijk veel geheimzinniger. Ik geloof dat wat hij voor mij betekend heeft en betekent, zou je, en dat is ook een geliefd woord van hem, kunnen noemen wat hij heeft overgedragen is in eerste instantie bezieling. Een voortdurende, zeer sterke creatieve bezieling voor niet alleen wat muziek aanging, maar voor een heleboel andere dingen des levens. Hoewel mijn vader componist, muzikus was, kon hij enigszins ook wel aardig een poppetje tekenen. Hij had een heel... Papa's poppetje was dat dan ook. Een mannetje met een wandelstokje onder zijn arm. Maar hij deed van alles. Hij schreef limericks 's nachts als hij niet kon slapen. Maar hij was voor 100% natuurlijk een muzikus. Dat gold voor zijn oude broer Willem ook. Maar je had een jongere broer, dat was Marie, de beeldhouwer. En die tekende ook allemaal poppetjes. Maar dat werd bij hem dus heel duidelijk zijn vak. Want hij kon een woord tekenen ook. En daar ben ik dus al meteen mee opgegroeid. Bovendien was Marie de jongste broer. Nee, dat was niet geloof ik de jongste. Maar Marie die was heel erg goed en actief in de oorlog, in het verzet. Dus die kreeg het na de oorlog. En toen was ik 6. Heel veel opdrachten voor allerlei soorten verzetsmonumenten. Waaronder in Amsterdam de Dokwerkers, een bekend beeld van hem. Hun moeder was... ook schilderijs. Dus mijn grootmoeder, die ik overigens niet gekend heb. Daar heb ik een schilderijtje van. En haar vader, dus mijn grootvader, die ik al helemaal nooit gekend heb, die was zelfs een beroepsschilder in. Hij had een klein huisje in de Haarlemmer Hout, voor zover die verhalen die ik die dan ken. Maar was eigenlijk een goede Haagse school achter zijn schilder. Maar hoe lang geleden hier geweest? Nou, ik heb als jongetje hier in de buurt gewoond. En waar woonde? Welke jaren was het? 1950 tot 1962. Dus hebben iets langer daar gewoond, maar ik ging toen uit huis en naar het buitenland studeren en zo. Het zal hem zijn. Dus echt bijna daglicht, hè? Leg hem hier even naast mond weer. Goed. Hij zal nog raar opkijken.
verhaal gaat dat, dan moet ik het even altijd goed vertellen, dat mijn grootvader trouwde met een meisje Vester. Dus het is nog een slag verder. Hè? Deze Willem, ja, was dus, die woonde in de Haarlemmerhout ergens en die had die twee dochters. Ja. Waarvan er één ontzettend mooi was en de andere iets minder mooi, maar veel leuker. En nog, die schilderde. En dat is dus zijn dochter. En die is mijn grootmoeder geworden. Want dat, daarom dat kennen we dat verhaal. Ja, ja, ja. Omdat, dus daar zit de echte connectie. Ja. Ja. Ik vind het ook, bovendien een zeer mooi schilderij. Hij is veel lichter dan de ene die ik heb. Ik heb er ook een. Dit is een schilderijtje van dezelfde man die we in het gemeentemuseum hebben gezien. En je hebt, het ligt nu naast een Mondriaan, zei je dat? Een vroeger? Ja, een vroeg schilderij van Mondriaan. Kijk, het is een schenking, een legaat. Door de heer Hovi. Ja. En het heeft een inventarisnummer uit 1894. Toen kwam dus het hier, moet je aannemen. Het om 1894 hier in de collectie is. Aha. Toen bestond het gebouw zelf nog niet. Maar de schilders van de Haagse School waren al begonnen met hun collectie voor de stad. Zij schonken schilderijen aan de stad. En daarmee creëerden ze uiteindelijk een situatie dat de stad bijna wel een museum moest maken. Ja. Om de collectie onder te brengen. Het is dus wel echt helemaal in de beginperiode van het museum. Ja, een van de oudste stukken bij ons in de collectie. Wat moet er even vertellen over mijn broer, Nico. Die kon ook poppetjes tekenen. En die was wel veel ouder dan ik. Maar die kon ook van die boekjes tekenen. Dat deed je zo. En dan holde hier een poppetje in dat hoekje. Dus hij maakte filmpjes. Kan je je voorstellen. Maar hij is architect geworden. Dit zijn drie vrouwen die een belangrijke rol in mijn leven hebben gespeeld. Maar die zijn alle drie gestorven. En dat is begonnen met mijn, als ik het goed zeg, eerst met mijn moeder. Toen met mijn oudste zus Riek, of mijn gezientje, of mijn gezina. En pas niet zo lang geleden, Jeanette. Daarom zitten ze, en ze kijken allemaal dezelfde kant op. Dat vond ik ook wel grappig. In mijn jeugd was ook nog wel, en dat vind je dan ook bij al die Duitse filosofen, dat muziek ver uit de belangrijkste kunst was. Omdat die ook totaal abstract was. En daardoor is hij niet afhankelijk van de dagelijkse rompslomp. Van het servetje naast je bord. Nou, het begrip abstract heeft vraagt om ontzag. Dat is duidelijk het geval natuurlijk. Als je dat, de kwaliteiten van een bepaald leesboek, noem het maar even, een mal woord namelijk. Een leesboek. Er zijn dingen aan die je niet meteen kan vatten. En die maken het tot het boek waardoor het onvergetelijk wordt. Dat zijn vaak raadsels. De Hoketesgroep is ontstaan uit mijn lespraktijk in het vak instrumentatie aan het conservatorium in Den Haag. Hoketes is een prachtig stuk, maar het is ook een prachtig stuk omdat het zo verschrikkelijk goed gespeeld wordt. Zo eenvoudig als het principe van het stuk is, zo moeilijk is het om het te spelen. U ziet en hoort twee groepen van elk zes muzici, elk van precies dezelfde samenstelling. Links en rechts. Links en rechts één saxofoon, een pansfluit, een gewone piano, een Fender piano, basgitaar en conga's. En hetzelfde aan de andere kant. De leden van zo'n groep spelen altijd tegelijkertijd één toon of één akkoord. Als de ene groep speelt, zwijgt de andere. Maar de beide groepen wisselen elkaar razendsnel af. Het aantal malen dat een bepaald gegeven wordt herhaald is vrij en wordt bepaald door de speler zelf. Sommige uitvoeringen duren daardoor wel 50 minuten. Hoketes is evenzeer een stuk om naar te luisteren als om naar te kijken. Het is tot 1908 waren er geen abstracte schilderijen. Maar de vraag is of dat zo is natuurlijk. Want waarom vinden we Rembrandt beter dan een heleboel tijdgenoten bijvoorbeeld? Dat is dan toch iets abstracts ook. Hij doet iets raars wat raar is. Dat is gewoon zo. En het is, je hebt ook van die rare schilders in de overgangstijd. Die heerlijke Moreau waar ik nogal op gesteld ben bijvoorbeeld. Dat is dan een ongelooflijk mooi, fragiel meisjesgezicht. Maar ietsje daarnaast is het raar abstracte rode vlekken. Een van mijn grote helden in het begin van de 20e eeuw is Stravinsky. En wat voor leven die gehad heeft en hoe die dingen samenhangen eventueel ook nog wel. Maar welke beeldende kunstenaar lijkt daar enigszins op, dan is dat Picasso. En wat is dat voor iemand die doet hele rare dingen die iedereen werkelijk voor afschuwelijk vindt. In het begin, 1918 tot 1915. Dat geldt voor die beide jongens natuurlijk. En vervolgens blijken ze zich een oeuvre te maken
waarbij het aantal dingen die dat beïnvloed hebben enorm groot is en zeer verschillend. Van primitieve Afrikaanse kunst, zogenaamde primitieve kunst, tot en met, nou ja, enfin, noem ze allemaal maar op, abstract, niet abstract. Er zijn zoveel dingen, vaktermen weer voor. Maar het feit dat je je vormen, je eigen vormen vindt met het gebruiken van bestaande dingen, dat is heel erg essentieel voor deze twee kunstenaars. Je openzetten voor een dingen buiten wat je al kan, dus iets proberen wat je nog misschien wel niet kan, hoort heel erg bij de kunstenaars waar ik erg van hou.